Goedendag, welkom bij het weerbericht van weerplaza.nl. We zien goed op de satellietfoto dat in een groot deel van het land het bewolkt is. Alleen in Zeeland schijnt op dit moment af en toe de zon. Later vandaag kan ook in delen van Brabant en het zuiden van Limburg even de zon doorbreken. In de rest van het land houdt bewolking de overhand en verspreid valt wat regen en in het noordoosten is dat wat meer in de vorm van buien die mogelijk ook gepaard kunnen gaan met een enkele klap onweer. Het is niet echt koud, het wordt vanmiddag zo'n 16 tot plaatselijk nog 18 graden en er staat weinig wind. Vanavond komen er vanuit het zuiden wat meer opklaringen, maar in het noorden blijft het gewoon overwegend bewolkt en valt nog steeds wat buiige regen verspreid. Morgen op maandag hebben we te maken met af en toe zon, maar ook wolkenvelden. En vanuit het oosten trekken in de loop van de dag weer een aantal buien over het land. Het wordt zo'n 16 tot 18 graden en er staat een zwakke, soms wat matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Dinsdag, woensdag en donderdag houden we het wisselvallige weer vast, soms wat zon maar ook veel bewolking. De middagtemperatuur ligt in eerste instantie nog vrij hoog, rond de graad of 17. Na woensdag wordt het geleidelijk aan frisser en steekt er een noordelijke wind op. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.